Unilever heeft wereldwijd de compaststructuur ingevoerd sinds 1 juli 2022, waarbij we eigenlijk van een landenfocus zijn overgegaan naar een business unit focus. Dus we hebben nu wereldwijd 5 business units gedefinieerd. Dat zijn de beauty well-being, personal care, home care, nutrition, waaronder in ons geval ook Lipton Ice Tea valt, en ice cream. Dat wil zeggen dat eigenlijk die 5 business units over de landen heen de categorie strategie bepalen. Ik zie mijn rol als head of country en head of sales in België eigenlijk een beetje als ambassadeur. Enerzijds wil ik intern, voor de interne context, zorgen dat wij een execution powerhouse zijn. Dus dat wij goede executie hebben, goede customer service, goede customer relationships hebben, groei kunnen drijven, innovatie kunnen drijven, winstgevendheid kunnen drijven. En op die manier eigenlijk preferred partner kunnen worden van onze business units. Anderzijds heb je er uiteraard ook een externe angle aan, omdat daar belangrijk is om met ons, met de klanten en de retailers in België, samen sterke plannen te bouwen, waarmee dat wij eigenlijk intern naar de business units kunnen zeggen van kijk, dat is ons plan, dat kunnen we doen, zorg dat je bij ons investeert. En vanuit het ambassadeurschap zeg ik dan eigenlijk van kijk, wij moeten zorgen dat de setting hier in België, het ecosysteem waarin wij werken, zo gunstig is, dat als er investeringen moeten bepaald worden, dat we die kunnen aantrekken naar België toe, om de Belgische markt en de Belgische consumenten te dienen. De strategie van Unilever wereldwijd is make sustainable living a common place. Dus daar willen we echt aan vasthouden. Blijven ook doen door altijd onze innovaties te richten op gezondheid, environment en uiteraard ook convenience voor onze consumenten. Het brengen van de juiste producten, daar waar de consument naar op zoek is, dat is de essentie van de rol van Unilever, maar de rol van alle A-brands. Wij zijn verantwoordelijk om vernieuwing te brengen, om mensen in de winkel te trekken en eigenlijk ook die waarde te gaan creëren. Dus we hebben een aantal innovaties, de Knorr groentepasta die we nu net gelanceerd hebben, om op die manier een nieuwe propositie te bieden en anderzijds ook de mensen te helpen om meer groente te eten. We hebben ook de strategie uiteraard om plant-based, hè, met de Vegetarian Butcher, de vegetarische slager in België. Dus we hebben Lipton Ice Tea, eigenlijk ons grootste merk in België, waar we volledig op de trend zitten van less sugar en variatie brengen. En ice cream, uiteraard ook een van onze nutrition, of onze belangrijke categorieën. Maar ook zie dat we met heel mooie innovaties komen. We hebben recent Ben & Jerry's met Tony Chocoloni gelanceerd. Ook volledig rond sustainability en uiteraard de taste experience. Vanuit Unilever België zitten wij intern vandaag de dag in een internationale context waarbij dat wij moeten zorgen dat we competitief zijn, ook versus andere Unilever-landen, om opnieuw die investeringen terug hier aan te trekken. En de Belgische markt met die hoge kosten, met die hoge competitie en die clash of strategies maakt het creëren van value heel moeilijk. En dat is wel effectief iets waar wij met een grote uitdaging zitten, omdat we met ons producten, onze aanmerken, moeten zorgen dat we waarde creëren in de Belgische markt. Vanuit mijn persoonlijk perspectief en de ambitie die ik heb, zet ik eigenlijk mensen en organisatie op de eerste plaats. En als we kijken vandaag de dag naar interne surveys, dan is dat eigenlijk al een heel mooie basis. Hè. Dus we hebben 81% van onze mensen zegt van kijk, we zijn engaged voor Unilever. 84% is ook bereid om Unilever aan te raden bij vrienden en familie. Dus dat zijn heel mooie scores. Persoonlijk zou ik dat heel graag boven de 90% drijven in de komende tijd. Omdat ik geloof dat dat ook het resultaat, het businessresultaat achteraf zal drijven.